easy. Maar op zich, Mount Mahuffle is op zich wel een beuk. Er zijn de resources. Medium risk content. Verschil trouwens, want die drijft er echt overal van alles zo te zien. Of die fighters hebben zoveel weggeschoten, dan kunnen we ook. Give me them gas. Thank you.
van alles. Spotlights. Kijk, het zijn er al meteen 8. Hoppakee. Minder credits. Oh. Toen heb ik dat gevoel niet echt. Oh. Scrap. Bah, we gaan verder. Dat ik even koffie kan pakken, even naar de wc. Als we in de jump zitten. Oh, wacht, ik kan hier gewoon blijven staan, natuurlijk. Nee, daar ga ik wel daarheen. Loge aan de lader leggen, die is weer bijna leeg, geeft hij aan. Zo. Het enige wat we niet hebben zijn nanobots eigenlijk. Substation. Nanobots. Al maar eentje, maar nanobots. Mango fuel, mango fuel. This is a service station. Do you know what happens in a service station? I thought I asked the questions here. Do you? Refuel? Trade parts? You're learning. Dit is echt een repair station dit. Thank you.
wel wat te zitten. Wat zit. Ja, dus. Ja, nog wat. Yay. In ieder geval waard om 8 kilometer te vliegen. Installed. Ooh. Het verschil tussen easy en normal is wel huge. Cash for dark energy. Spel uit dan niet nodig. Mm.
Shield capacity is altijd goed. Blimp. Bliep, 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 bliep. Ja, 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 ja. Wow! Zo vet, what the fuck? Zijn we nou dan weer glad? Damn. Shield charge gewoon. I could have endured that. Me neither. Nice shot! Zo weer spot. Salvage. Oh, ik heb het verkeerd knop. Wat is een passive? Simple. Dat is actually that for a fucking mine. Weapon overdrive plus. Oh, yeah, yeah. Great, eh? Sensor relay. Oh. Ik zie wat dat is. Dat kost stroom. Het kost minder stroom, dus laten we
de sensor afpakken. Dat is dat rode gedeelte natuurlijk waar ik die kan regenen. Aha, sorteren we nog iedere keer wat. Nu Hannibal ook kan maar reboosten, daar gaan we niks mee doen. Maar verder zit niks in deze sector. Flauw. Nou, ben je de verhoogde van de langs gaan, zo te zien. Is net zo lang. Oh boy. Oh, het ligt aan de achter. Tegen max snelheid aan te lopen. Gas, plasma fields. Nou, mooi. Op een plasma field. Dat was plasma. Die liet misschien door die turret opblazen. Dus dat volgens mij een missile turret ergens. Dang het, hier ligt allerlei loot. Mooi. Ah, niet meteen als het niks.
Oh, waar hebben we heen? Oh, daar hebben we heen. Schelpen nog. Jesus Christ, what the hell is this? Oh, hello. Dus even de spoddels oprapen. Ja. Hadden jullie dat service station aangevallen? Nee, daar geloof ik niks van. Oh ja. Oh. Het is hier wel gezellig.
parts vernielen. Zo met de vloot uit te kellen. Zo, 30 of zo moest ik geloof ik hebben in een run. Dat is gewoon een mining station. Nou zie ik het. Wat hebben we nodig voor upgrades? Zo, power cells. General service station. Nou, laten we eerst even deze koud pakken. Voor shell compound voor scrap. Geen big containers. Laten we dat maar niet doen. Dus even hier kijken. Weet niet of dit die astro is waar ik geweest ben. Laatje kwijt aan het feestje. Volgens mij is dit degene die we gehad hebben. Ik kan zeggen, als goed zou een key.
Down one. Good shot. Divots. Hiccup. This Everspace. Game uit 2017 al. Energy discharger. Het is een arcade space shooter. Die behoorlijk pittig is. Oh, primary weapon enhanced. 5-5 en al een upgrade. Hele dikke hull damage. Die ga ik in plaats van hem zetten. Ondanks dat beamlaser op zich wel fijn is. Containers, staan we niet aan. Crystal Field, maakt ook niet zo gebruikt. Oh, Plasma Field, dat kunnen we wel even denken. Stay alert here. What? You're not always alert. Oh, fuel, okay, that broke down. Ow, God, I think that fuel hammer. Ooh. Als die andere mijn rol viel. Oh daar. Dat is niet goed voor mijn shield sterk, dat is die hier. Kijk, het viel bijna vol, dat is mooi. Nu kijk, waar is mijn exit? Space Station of iets. Dan gaan we even kijken.
zit er niet heel veel interessants in. Light missiles, die doen we wel swappen. En de volgende Gatling kan gewoon weg. Cross another one off! Cargo, mine. Heavy missiles. Dat zijn wel met 6. Nou, laten we maar eens hier uit dat gevarenzone gaan. Dat is niet goed voor mijn schilder. Eens even kijken. We gaan morgen via de minimum risk. Ga ik even vanuit. Ja, die heb ik allemaal maar niet genoemd. Oké, jullie scouts, vecht maar eventjes. Geen B-tech container. Nee, dat gaan we niet pakken. Daar is wat te doen. Hostiles are targeting us. Nou, eens even kijken wat dit is. Dat moet wel heel interessant zijn. Oh, dat is een floodlight. Oh, lampje uit. Beam laser plus plus.
Dus ik vind hem niet super geweldig. Oh wacht. Oh, nou, laten we nog maar eentje op het shield zetten sowieso. Oh nee, moeten we power cells voor hebben. Ga ik de Gatling gun upgraden? Zeggen. Nou, even plasma field tanken. Plasma weer binnen. Even die kant in gaan. Kijk of we dan nog wat anders zien, maar het is misschien interessant is om dat te doen. Oh. Hier is het interessant schijnbaar. Dat kan ik niet doen, maar dan heb ik die mijne nog weer te ruimen. Zo. Kies hem maar.
dat zijn interessante dingen. En zie discharge. Oh. Ik mag niet meer. Ik heb niet. Ik zit vol met nanites. Dat is ook voor het eerst. Overal kristals voor hebben. Dat is de enige jammer. Oh, mineable kristals. Oh. Let's go! Kristals, gimme! Oh, het zijn er verschillende ook nog. En een shipwreck. Laten we dat niet doen. Wacht, die dingen hebben natuurlijk ook floodlights. Wacht, die... overal vanaf moet schieten zonder consequenties. Nou, we waren bezig hier met crystal flying voor upgrades. Dan moeten we toch wel de upgrades kunnen doen. Eerst in de shields.
Zo. Hier zit nog wat uit. Next level. Even kijken. Pas me gezel. Ja, op zich is dat denk ik geen verkeerd idee eigenlijk. Maar wie wil weet je ik weet. Wat is hier aan de? They're on to me. Even kijken hier.
Dat is nogal gezellig, zo te zien. Ik bouw het zelfs. Breaking the silence. Weg mee. Zo te zien.
plus the jump gates. Reconstructing Cluster 34 would be an enormous task. Logistics for this new frontier were key. Seth Nobu had worked hard to build his business. He had the prestige, the contacts, and he greased every palm along his path. He was soon the biggest weapon supplier around, artfully circumventing the treaties. He had a simple reason for seeking out Adam Roslin again. Demand for illegal human clones. Adam needed some convincing. He had doubts. But in the end, the friendship held, and a deal was struck. Seth Nobu and my original worked on something together. We were partners. Whatever went wrong between you two, he obviously maintains a grudge. It would be preferable if you got to the root of the disagreement so he can stop shooting at us. I have a feeling there's more to follow. Getting closer. Reach Sector 4. Scattergun, dat vond ik niet. Die was wel heel erg vet, die fucking OP, maar. Crystal 33. Oh. Hey there. Do you need some supplies? Who are you? I'm just a friend. Make good use of the things I left you. We'll meet again soon. Thanks, but why are you helping me? I'm in a good mood today. Look, just be thankful of some random support when you can get it, okay? Yeah, thanks. She jumped away. Well, there's no reason to complain, but it's strange all the same. Oh, carrier.
daar eens mee gaan spelen. Die ligt wel heel erg mooi. Niet. Beamlaser. Nou, dat doe ik de mijne wel voor inruilen. Dan moeten we hem wel weer even upgraden. Beamlaser. Shield pakken. Thank you.
Sensors impaired. Oké. Opkapsoers kan trekken hier. Met. New codex and this thing is massive. What is it? These must be the ruins of the ancients, a long-lost civilization. Although the information I have on them is very limited. Just tell me what you know. They were believed to be higher beings, distantly related to and revered by the Oka. They ruled over a powerful and far-reaching empire, yet they mysteriously vanished from historical record some millennia ago. Interesting. Perhaps I should explore this a little deeper. What is this? It seems abandoned. Dus inderdaad, kan ook niet laden. Are these ancients? I cannot confirm this as I have no data. They could also be some kind of wardens of the ruins. Oké. Dan moet je dus niet te dichtbij zijn. En denk je. Jumps is tot nu toe nog niet echt een probleem. En zie ik capacity. Zo. Oh, het is me wel gelukt trouwens. Fuel tanks. Oei. Ja. Dat is op zich wel een grappige game. Enige announcement die ik heb. Dat is allemaal gunship, die turrets.
dus de volgende keer misschien toch maar sparen voor een kunstje te unlocken. Oh, kunnen we nog een nieuwe. Nou, laten we wel een keer op de normal gaan. En op zich was het goed te doen. 50 fuel tanks en 20 missiles. Van 25%. Even kijken, hadden we nog meer zooi? Het ziet er wel uit als een redelijk grote asteroïde. We zullen zien dat dat die asteroïde is waar ik net was. Dat lijkt er wel heel erg op trouwens. Thanks van die elektronen. Ja, dat moet natuurlijk niet bij die GNS doen. Hallo. Zwacht niet. Enemies in range. Oh, nou ineens wel. Oh wacht, het zijn die turrets van dat ding natuurlijk. Nou in één keer begint te vlammen. Alles weg. Nou, dan kunnen we die containers ook gewoon op gaan maken nu. Catherine Blueprint.
Oké, okay, dan moet ik nog wel een heel eind op weg zijn van mijn challenges. Oké. Okay. 21 hebben we er al. Ja, dat is mooi. Moet nou alleen... oh nee, fuel tanks en missiles. Zo. Gradient Brunt units must have received the emergency call. Meaning what? They will attack you on sight, so try not to get too close. Ja, was ik al van plan. Of ze met fuel cells hebben. Hals. Volgens mij was het als ik in jump niks heb gedaan dat ze meer vriendjes worden. Ja. Dus de lucht in waarschijnlijk. Dan maar weer even Bad Boy uithangen. Jawel, jawel, heel veel fighters. Just what I need. Oeh. Ik mis de turretjes wel heel goed voor je. Oh, dan moet ik wat missiles hebben. Niet veel bijzonders hier. Domme. Dit zijn wel weer heel erg veel fuel tanks dit, hè.
ieder geval nog vriendelijk. Dus is dat geen space station van hun? Dat zou helemaal poppie zijn. Steeds vriendelijk. Nee, kijk, dat zijn we dadelijk ook weer mooi afgetopt. Mineable crystals. Ja. Nog 8 fuel tanks. Oh. Mooi. 7. Nog 2. Volgens mij hebben we niet heel veel meer hier. Op naar voor nu. Weer een.
Mijnveld in een asteroid leggen. Even kijken. Scouts. Oh, zijn we al gezien. Eerst de deur. Zo. Een coil gun. Kijk wat dit is. Oh.
Hey, LJ. Goedemiddag. Goedenavond. Wat is het? Avond. Scanton. Sterf. Bam. Hoe is het, jongen? Bam! Dat is wel een vrij manier om te zakken. In de chef kijken. Een hoop dichtstanders. Aan mij niet. Ja, goed hè? Hier? Ja, ook goed. Ik amuseer me heel prima met deze game eigenlijk. De Gatling hebben we al. Er zit hier verder niks in, dit shipwreck. Wat doen we? Service station zo te zien.
Nee dus. Oké. Okay. Deze sector. Alle kistje gehad, zo te zien wel. Even kijken, dat is het service station. Ik had straks nog een ander schip gezien. Wil ik niet waar. This cost was a squeeze of the trigger. Ik zo flauw, waarom kan ik hem nou niet meer vinden? Meteen even repareren. Upgrades. Capacity, non-capacity. En een shutdown. Deze beam laser die gaan we ook upgraden. Doe maar energy consumption. Dat die wat minder gebruiken, kunnen we wat langer gebruiken. Waarom kan ik nog 40 missiles meenemen? Lekker. Dat is een trader. Kijken of dat hier die perste wat ik nodig heb. Nee, gewoon een normale trader. Geen B-fuel transport. Moet ik eigenlijk. Nog fuel tanks hebben. Kijk, hoeveel moet ik er nog hebben? 5. You've been detected! Zo, nou hebben we dat in ieder geval compleet. En nou wegwezen hier.
gewoon zeg maar bij GMB uit de buurt blijven. We hebben in ieder geval die challenge complete. Dat is een appel. Daar kunnen we sowieso in. Wauw, die komt sterven snel. Ik had eigenlijk de missile turret moeten laten leven. Ik moet nog wat missiles destroyen. Plasma meenemen. Mop. Kijk of hier nog wat zit buiten die lightning storm. Credits. Mindable view. Dat is op zich wel interessant. Hostel, dat weet ik. Gelukkig heb je die nog niet gezien. Kijk of er een andere ingang is. Alleen naar binnen met een access key. Die heb ik in. Helemaal niks anders. Credits. Geen andere ingang. Dus dat moet echt met een access key. Nou ja. Helaas dan. Want dat bliep. Mooi. Junkie tijd. This sector presents the usual challenges. Remain alert. Nou, ik ben... Wow, dat is nog niet goed, planeet. Holy moly. Dat is een gas giant of zo, volgens mij.
dat zit hier verstopt. Waarom vliegen jullie hier allemaal? Helemaal niks. Thank you.